alleen nog reclamefolders ontvangen als je een ja-ja-sticker op de brievenbus plakt. Dat wil de Partij voor de Dieren. Ook het Arnhemse stadsbestuur is enthousiast en belooft met een voorstel te komen. Wat houdt dat in, zo'n ja-ja-sticker? We kennen natuurlijk allemaal wel de stickers op de deuren nee-nee. Voor de mensen die geen reclamedrukwerk wensen te ontvangen. Of de ja-nee-sticker, die dan wel bijvoorbeeld de courier willen ontvangen, maar niet de reclame willen ontvangen. Wij pleiten er eigenlijk voor dat niet iedereen reclamedrukwerk krijgt behalve als je nee zegt. Maar we pleiten er eigenlijk voor dat niemand reclame krijgt behalve als je ja zegt. Dus dat is, dan draai je het om. En heel veel mensen die hebben uit gemakzucht niet zo'n sticker of die hebben er niet aan gedacht. En die krijgen dus reclamedrukwerk wat vaak ongelezen weggegooid wordt. En dat is ook aangetoond dat het meeste reclamedrukwerk dat verspreid wordt, dat niet gelezen wordt. Ja, wat wilt u bereiken door zo'n sticker in te voeren? Dat dan minder reclamedrukwerk verspreid wordt, minder vervoerd wordt, minder weggegooid wordt. En dus op allerlei fronten een kostenbesparing met zich meebrengt, maar ook afvalbesparing. Nou, u heeft vragen vanavond gesteld. Hoe reageerde de wethouder? Ja, heel positief. We hebben inderdaad een paar jaar geleden hebben we het ook al aangekaart. En toen werd er gezegd van nou, we gaan wachten tot het in Amsterdam ingevoerd is. En als dat daar gelukt is, dan kunnen we kijken of we het hier in Arnhem ook kunnen doen. Nou, het is in Amsterdam inmiddels ingevoerd. De rechter heeft besloten dat het ook rechtmatig is. Dus een proces dat erover liep is afgerond en het mag. Dus nu is de tijd om het in Arnhem ook te doen. En wanneer kunnen we dat verwachten? Nou, wij hopen eigenlijk halverwege volgend jaar. In ieder geval, dat is ook wat de wethouder aangaf, dat kan. Daarbij heb ik zelf de kanttekening van misschien zijn er ook wel lopende contracten met verspreiders en met mensen die dus in de reclamewereld zitten. Waardoor het niet halverwege het jaar afgesloten kan worden zonder consequenties. Dus misschien dat het een jaar uit moet zitten en dat het pas per 1 januari kan. Maar wij hopen inderdaad halverwege het jaar, dat zou prachtig zijn. Nu heeft Amsterdam al een soort van test mee daar gedaan. Hè? Wat zijn de resultaten daar, van de uitkomsten daarvan? Ja, de uitkomsten zijn een enorme besparing van de hoeveelheid verspreid materiaal. Dat gaat niet over van 10% minder of 20% minder. Dat is gewoon meer dan halveren van de hoeveelheid reclamedrukwerk die verspreid wordt. En weer opgehaald moet worden en verwerkt moet worden. Ja. Ja, dan zijn er natuurlijk ook bedrijfjes die daar wel hun geld mee verdienen. Die zullen daar misschien niet zo blij mee zijn. Nee, maar we zijn niet op de wereld om geld te verdienen. We zijn op de wereld om met elkaar een mooie samenleving op te bouwen. En als iets niet nodig is en je verdient er geld mee, dan vinden wij dat niet, lovenswaardig of dat vinden wij geen belangrijke banen. Nou was de wethouder best positief. U verwacht wel dat het ingevoerd gaat worden in Arnhem, want het moet eerst nog langs de gemeenteraad volgens mij, hè? Ja, maar ik denk dat de gemeenteraad kennende en ook de ambities die we hebben op het gebied van duurzaamheid, dat geen probleem moet zijn.